Taalportaal is een groot internationale project wat Afrikaans, Nederlands en Fries met elkaar vergelijkt op een online platform wat gratis voor allemaal beschikbaar is. Het klomp van ons aan die Noordwest Universiteit en ook aan andere universiteiten in Zuid-Afrika het saamgewerkt aan die Afrikaanse gedeelte daarvan. Ek specifiek was verantwoordelijk voor die morfologie deel van die Afrikaans. En als je gaat naar taalportaal.org en jy blaai naar Afrikaans toe en je gaat naar morfologie toe, dan krijg je daar een hele afdeling oor die Afrikaanse morfologie. Alles is nog niet volledig afgehandeld. Kan dit ooit heeltemal afgehandeld wees? Waarschijnlijk niet. Ek hoop voor de rest van mijn leven en zolang as wat ek kan, gaan ek dit bly bijwerk, soos wat Afrikaans verander, soos wat ons nieuwe dinge leer oor Afrikaans, en soos wat ons nieuwe dinge leer oor die morfologie. Een van die specifieke afdelings by die morfologie in taalportaal, is die gedeelte oor affikse. Nou, die intentie met daai gedeelte, is om een klomp bladzijden te skep, elkeen met een stukje inlichting oor een specifieke morfiem in Afrikaans. Natuurlijk begin ons bij die productiefste morfieme in Afrikaans, dis die interessant is, dis die wat mense dalk die meeste oor wil weet, maar uiteindelijk gaan ons probeer uitkom bij die 400-500 ander affikse wat ook in Afrikaans is, wat groei bij die dag, nou ja, bij die dag, bij die dekade, of bij die eeuw, of bij die jaar, soos hulle groei, soos hulle onproduktief raak, so gaan ons ook inlichting oor hulle bijwerk. So op elkeen van hierdie blaaie oor een spesifieke morfeem, sê nou maar oor die morfeem heid, as jy so toe gaan, dan gaan jy een klomp inlichting kry oor daar die spesifieke morfeem. Aan wat er woorde verbind die morfeem? As die morfeem verbind aan, sê nou maar iets soos sedeloos, nee, wat se woord word gevorm? Ons kry dan sedeloosheid, so ons sê dan heid is een nominaliseerder. So kry jy sulke inlichting, met wat se type woorde dit verbind, hoe productief dit is, waarmee hou dit verband in Nederlands en in Engels, is dit uniek aan Afrikaans, wat is die betekenisaspekte daarvan, enzovoorts, enzovoorts. So een hele klomp inlichting oor daar die spesifieke morfeem.